iets van samenwerking. Het had nooit kunnen ontstaan als we niet zo hadden kunnen samenwerken. Die vissen die zien af en toe 3 oktober en zien ze de burgemeester met zo'n vis zo. Lijkt de kermis wel. Hij doet het. Hij kan 10 kilo hebben hoor. Hij kan 10 kilo hebben. Ik ben bang dat hij losschiet en op die kreef terecht komt. Maak ik hem droog, burgemeester? Fantastisch. Zal ik hem zo aan u geven? Heel mooi. Ja, dan ga ik nu voor naar het lintje. Wat u mag doen. Okay. Heel mooi. Het lintje. Mooi hoor. Zo, dan gaan we die eraf kijk. Nou, 2000 jaar, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik. Skis toch wel? Waterskies, burgemeester. Maar we kennen al 3 rivieren onder pallen van gezicht. Nee, wel 5 inmiddels. Doutzen, vanwege de mooie lippen. En Jack Sparrow, dat is een soort van piraten. Die is heel woest en die heeft al een happen uit zijn vinnen. En Doutzen, weet je allemaal, die Amazone. Anki, maar die gaat als een soort paardrensel gaat ze door het aquarium. Touwtje. Die heb je ook gevonden. Touwtje zat op een kattenklimtouw. Die kent de burgemeester wel. Dat zijn die touwen die aan de kademuren hangen. Speciaal voor de katten. Maar daar zitten dus tegenwoordig ook rivieren onder padjes op. En waterpistool. Want die vonden we op een plek waar we ook een waterpistool uit de gracht hebben gehaald. We doen altijd handige namen. Waaraan we een beetje kunnen, het karakter ook een beetje kunnen herkennen. Kijk wel, 3 oktober brutels. Geweldig. Daar kan je hoop mee springen. Ja. Zou ik zeggen iets? Echt. Maar dat was toch ook niet veel beter? Dit was gewoon de beste. Wat gaan jullie zoeken dan? Are you sure? Yes, er schijnt een haai rond te zwemmen. We hebben hier nu 4 mensen die het, het schijnt zo. Dus ik ga het stoere verhaal gaan doen om onder water te gaan. Bij duiken is het altijd de bedoeling dat je in buddy team gaat duiken voor elkaars veiligheid en om elkaar te kunnen vinden. Dat is een beetje lastig in deze sloot, maar we gaan hier te water. Dat waarbij 1 buddy team richting het molentje gaat zwemmen. Ligt op de bodem. In de binnenvestgracht hebben wij vanochtend dus bij de oude begraafplaats hebben wij gesnorkeld. Dan heb je zo tussen de 50 centimeter en de 1 meter zicht voor je. Kijk, die poep die denkt van wat krijgen we nu weer? Nou zeg, een hand voor ogen, die kon ik nog net zien. Maar geen andere levende wezens gezien dan je hand? Nee. Alleen mijn hand en een plantje. Hier binnen hadden ze net ook een paar van die kreeftjes. Komen die echt hier uit het Leidse water? Ja, die komen hier. Aaf heeft hier ook gevonden in de Leidse grachten. Oh, die zijn nog best groot. Die zijn 1 centimeter of 10 wel. Ja. En je kan ze eten. Dankjewel. Ja. Nee, als je 2 keer beweegt, dan is het weer een stinksloot.